Ik voel mezelf gisteren als een zwerver uitschiet, dus vandaag ga ik mezelf een klein beetje netter maken. Hoe ga ik dat doen? Waarschijnlijk op de meest foute manier die ik kan bedenken, aangezien ik geen flauw idee heb hoe dingen moeten over het algemeen. Dus ik ga jullie vandaag meenemen op mijn make-up tour. Ja, en zoals ik al dacht, heb ik mijn eerste fout al gemaakt en dat is door niet te gaan douchen. Slaan die stap gewoon lekker over, dat doen we niet daarna. Als eerste is het natuurlijk belangrijk dat je de tandjes lekker poetst. Hoppa. Lekker vol erop in. Ja, een beetje afkleed. Lekker met een witte postel. Martelen ook. Stap 1 klaar. Flauw idee wat ik moet doen eigenlijk met fur. Het liefst wil ik het laten staan voor een klein beetje, maar meteen vind ik het toch een beetje bij me passen. Dan had ik jullie op Twitter zojuist gevraagd wat ik ermee moet doen. Nou, ik kreeg wel gelijk reacties van laat een lekker een beetje fur op je gezicht staan. Dus we gaan het een beetje bijwerken in ieder geval. En we zien hoe hard het strand. Bots, veel te veel. Lijkt me een smurf. Beetje open. Ah. Is dit gewoon een pennen truc? Langzamerhand begint eigenlijk heel erg anders te blijken. Aangezien ik niet graag scheer, heb ik ook eigenlijk geen scheermesjes. Dus wat doe je dan? Budget. Lekker schuimbekken. Nou, dat ziet er in ieder geval een stuk beter uit. Ik zeg niet dat het heel veel beter is, maar verbetering zit er in ieder geval in. Zo, eigenlijk nog maar twee dingen te regelen. Dus lokstoffen. Ah! Ah! Ja, er zit er nog één ding in, dat is een fur op mijn hoofd. Nou, één oplossing is daar echt super makkelijk voor. Klaar. Dat is in ieder geval mijn routine die ik meestal volg als ik flikker of uit te voegen thuis. Ik ga jullie met rust laten.